No, 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 no. Really get down your telephone. Ik heb pakloden voor de leerkrachten. Wat een schrijven voor de schoonheidsgezelligheid. Ja, dromen voor de slapeloze. Wat meer pakloden voor de leerkrachten. Prachtige gebeenhaal. Cap weet precies wat jullie nodig hebben. Met Cap laat je de moed en je hobby's nooit stappen. Alsjeblieft, mevrouw. We hadden vanavond de try-out van Occasiegrond 2020. Met Cam, weet je wat je hebt? Met Cam, laat u lief! Kief, laat u lief! Weet je wat je hebt? Kief, laat u lief! Kief, laat u lief! It's about politics. Het wil eigenlijk het publiek een beetje een spiegel voorhouden van hoe we met politiek omgaan. Hoe die leiders zich gedragen, maar ook hoe wij als volk ons gedragen. Ach, geen idee. Leefden mensen tenminste niet van voedselpakketten. In jouw tijd namen mensen de ene na de andere PL. En ik heb het niet over die bedrijf. Tenminste konden ze een lening nemen. Nu gaan ze bij de Hollanders bedelen. Maar wat is je probleem? Dat is toch wat je wilde? Hulp van de diaspora. Ah, van een volk dat bedelt en roereert. Na zo'n lobby? Deel lobby zo. Mogen politici ook komen kijken? Natuurlijk, ze moeten komen kijken. Zeker. Ik hoop echt heel erg dat ze komen kijken. Als ik u zeg dat ik niet weet hoe mijn dochter aan haar geld komt, zou u dan nog lachen? Als ik u zeg dat er geen medicijnen meer te krijgen zijn, zou je dan nog lachen? Als ik u zeg dat onze vis vol kwik zit, vindt u dat hilarisch? Als ik u zeg dat de vis op is, gaat u dan nog lachen? En als ik u zeg dat de toekomst geen toekomst heeft, gaat u dan nog lachen? Jonge politici hebben zeker hier iets aan. Kijk, dit hebben we al gezien, toch? Als ik propaganda speeches van politici zie, is hetzelfde. Ik bedoel, voor mijn tijd en in mijn tijd is het niet veranderd, toch? En ja, we hebben ze door. Niet iedereen is gediend voor die zogenaamde populaire uitspraken. En laten ze zeker het kiezervolk niet op deze manier meer misleiden. Hij maakt je boos, Hamadi Zetaki. Ketenbenadering. Hij wil je terug in de ketenen brengen. Maar Sande Gosso, Aketi Kotikba. Deze man wilde ons het voedselschuur van het Caribisch gebied maken. Laten ze met realistische dingen komen. Wees integer voor jezelf. Dat is eigenlijk wat ik althans, en samen met de schrijvers, hiermee beoog. Toch? Wees integer. Ik heb als vers DNA-lid ja gestemd op de salarisverhoging van alle ambtenaren. En alleen ik wist dat de koers omhoog ging en niet in koopkracht. Maar hebben ze toch even blij gemaakt? Dat is belangrijk. Belangrijk! Nadat de koers omhoog ging, werd iedereen nog armer! En ga niet voor populariteit, want aan populariteit hebben we niks. Het is al bewezen dus dat... Ja, met populisme zijn we niet ver gekomen. Het verhaal is dus een beetje door de ogen van een journaliste die komt en denkt dat ze het allemaal al een beetje heeft begrepen. De komende verkiezingen is een testcase voor de democratie van Occasiegrond. Maar wat wil het volk van Occasiegrond? Kies zij voor een degelijk leider zonder strafblad, voor een religieuze leider op oorlogspad, voor het kleine jonge onder. Hé, Misa Kaibarite, tangan op misschien. Ze ontmoet dan de politieke leider, ze ontmoet Kalis, dat is mijn karakter. Die een beetje overal tussendoor manipuleert. En er is dan ook nog een idealistische muzikant, Thomas. En dat is eigenlijk een beetje de stem van het volk, een beetje de stem van het geweten. En pekondere story moest dat niet. Meneer de voorzitter, ik ben maar creatief. Uw tijd is om! Leden, leden! Dan werkt het dus naar een climax toe van de verkiezingsavond. En de mensen moeten dus natuurlijk zelf komen kijken wat er dan gebeurt. Nu maak je wat boos!